Ja, even een mededeling vooraf bij deze video. Speciaal voor Koen en Pascal. Heb ik dus mijn ramen gelapt. Je ziet het. Een deel van de video, een deel van de opnames met de actioncam waren al opgenomen. Daar zie je nog het vuile glas. Maar ik ga zo nog wat extra dingen opnemen. Om te laten zien hoe de action camera het doet. De actiecam, action cam. Nou ja, ik zie dat er allemaal helemaal droog is hierboven. En ook niet helemaal schoon. Nou ja, hardnekkig vuil. Dit duurt niet lang hoor. Dit duurt 2 dagen en dan zit het alweer vol met afdrukken van 1 lief klein kattenneusje. Dit kattenneusje. Hé Martine? Voor mijn zojuist gelapte raam neem ik nu met 2 camera's op. Even kijken. Wat je hier ziet, dat is het beeld van mijn actioncam. Die op mijn fietshelm zit, die ik op mijn hoofd heb. En dat stukje zal ik zo meteen ook nog hierna laten zien. En dit is het beeld live in het echt. Maar ik kan dus op mijn smartphone het beeld van de, met extra grote cijfers ook nog, het beeld van de action camera zien. En ik kan hem ook bedienen, ik kan opnemen, ik kan foto's maken vanaf de app. Ik weet niet of ik de opnames ook op die manier kan beheren, zodat ik ze vanaf de smartphone naar de pc kan krijgen. Dat lukt niet om met het IP-nummer alleen toegang tot de app te krijgen, of toegang tot de camera te krijgen. Je moet dus ook echt de app geïnstalleerd hebben. En ik ga de app zo meteen verwijderen, want die eist allemaal toestemmingen die ik niet wil geven. Hij werkt niet als je de locatie niet doorgeeft. Nou ja, dat is dan prachtig. Maar dat doen we niet. Dus ik, ja, vanwege mijn smartphone weigeraarschap. En je zou sowieso de telefoon niet zo snel meenemen. Maar dat hij mijn locatie doorgeeft, dat is gewoon echt onacceptabel. Nou ja, misschien geeft hij hem niet door, misschien slaat hij hem alleen op, maar ik vind het de kans dat dat gebeurt. En ik heb sowieso GPS uitstaan, maar zonder GPS aan werkt de app niet. En dit is mijn reserve smartphone, hier zit ook geen simkaartje in. Werkt alleen via wifi. Dus ja, sowieso gebruik ik die buitenshuis nooit, maar ja, het is wel iets wat ik niet wil. Dus ik heb nou iets hoger hou. Ja, kijk, dan zie je hem dus. Ik moest even kijken, maar dan zie je dus de smartphone ook op de camera, wat op de action camera, wat zo meteen te zien is. Ik heb de tijd van de tweede camera niet in beeld staan, maar dat is niet zo erg. Wat tenslotte nog wel een klein beetje grappig is, die app, die heeft dus de naam XDV. Ik had eigenlijk gedacht bij die afkorting dat nooit iemand erop zou komen. Poes. Hey, Poes.